Ik vind het heel bijzonder dat als een kind pleegkind wordt in Beuningen, dat hij heel andere kansen krijgt dan wanneer een kind pleegkind wordt in Wassenaar. Maar dat vind ik binnen een land als Nederland niet kunnen. Ik ben in mijn jeugdzorgperiode 15 keer verhuisd. Dus dan heb ik 15 plekken gehad. En hoeveel hulpverleners? Ja, echt ontelbaar veel. Binnenkort online, Lef met Louis, de podcast over politiek. Hoe dat ingrijpt op praktijk en samenleving. Aflevering 1 gaat over de jeugdzorg met Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, mijn pleegmoeder en nog een pleegkind. Hoe blijf je optimistisch in deze moeilijke tijden? Want het is heel makkelijk om gefrustreerd, cynisch en boos te zijn. En met reden, denk ik. Maar hoe komt het ooit nog goed met de jeugdzorg? En zo ja, hoe dan? Ja, het komt ooit goed. Ja? Ja, want dat optimisme heb ik wel. Maar dat krijg ik dus ook uit dit soort gesprekken. Waarin je gewoon ziet hoe wij vanuit verschillende invalshoeken. En jullie hebben zelf gewoon te maken gehad met pleegzorg. En hebben nou ja, ook het geluk gehad dat je in een hele liefdevolle familie bent. Een deel van je opvoeding hebt meegemaakt. Maar van dit soort gesprekken en met andere jongeren denk ik. Ja, er zijn zoveel mensen die het wel anders willen. En die het anders zien. Ja,